Van gas los. Die uitdrukking horen we steeds vaker. Maar hoe realistisch is dat eigenlijk? Van gas los. Iedereen begrijpt wel dat we af willen van het aardgas in Groningen. We willen dus af van aardgas. Maar vooral het aardgas uit Groningen. Waarom? Dat is evident. Wat daar gebeurt is met de huizen van mensen, dat is echt heel erg. Dus daar moeten we vanaf. Maar we willen ook onze CO2 beperken. Is dan van gas los wel de juiste kreet? Nou, ik denk het niet. Ik weet er zeker van niet. En steeds meer wetenschappers uh, geven dat ook aan. Aardgas is een, uh, naar mijn idee een middel om de energietransitie mogelijk en betaalbaar te maken. Dus als we in de media of in de politiek horen van gas los, dan zeg ik ho, dat gaan we dus niet zomaar doen. Ons aardgasnetwerk is ooit neergelegd als netwerk voor stadsgas. In de jaren 60 hebben we dat uh, netwerk omgebouwd uh, van stadsgas naar aardgas. Met name de toestellen die erop aangesloten waren, die moesten we aanpassen. De vraag is of we dat nu weer moeten en willen doen. Maar het is zeker een mogelijkheid die een van de voordeligste manieren is om de CO2-reductie uh, te behalen, want het lijkt allemaal zo makkelijk om alles op elektriciteit te doen, maar dat is het niet. Ons elektriciteitsnetwerk is niet geschikt, in ieder geval nog niet geschikt, om daar A alles elektrisch mee te gaan verwarmen en B straks ook heel veel auto's te gaan opladen. En dan komt er nog een derde component bij, en dat is zonnepanelen en windmolens die op dat netwerk zijn aangesloten. Laatst hadden we al in het journaal berichten dat sommige gebieden van Nederland uh, een netwerk hebben wat niet goed genoeg geschikt is om daar Grote zonnevelden op aansluiten. Met name in het noorden en het oosten van het land. Nou, tel daarbij op de grote vraag naar stroom, vooral op sommige momenten. En dan kun je heel makkelijk uitrekenen dat van gas los wel heel hip klinkt, maar niet zomaar gerealiseerd is. Sterker nog, 80% van onze elektriciteit wordt gemaakt van steenkolen. En als er nou één ...bronnen is waar heel veel CO2-uitstoot van komt... ...en ook nog andere stoffen bij vrijkomen, een vrij vuile verbranding... ...dan zijn het wel steenkolen. Dus als we echt iets aan de CO2 willen doen, dan moeten we eerst van steenkolen af... ...dus ook van kolenstroom, en dan pas eens gaan discussiëren over aardgas. Maar er is nog iets veel belangrijkers. Er wordt steeds vaker geroepen... Ja, we gaan huizen afsluiten van aardgas. Eigenlijk van het gasnetwerk. Het aardgasnetwerk hoor je dan. Nou, daar ben ik een groot tegenstander van. Ik zal daar nooit mee instemmen. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat we als gemeente gaan bepalen of een huis wel of niet is aangesloten op het gasnetwerk. Dat gaan we dus niet doen. Dat is altijd een vrije keuze. Als een instantie daar iets over te zeggen heeft, dan is dat misschien TENET, maar zeker niet een gemeente. Daar gaan mensen lekker zelf over. Dat is heel belangrijk voor mij. Nou, ik heb het net al gezegd. Uh, het gasnetwerk kan ons juist helpen om tegen geringe kosten uh, de energietransitie mogelijk te maken. Uh, daarbij, daarbij moet je ook denken aan het, uh, wat ik net al zei, het produceren van duurzame energie op zee bijvoorbeeld. En om die dan om te zetten in uh, uh, waterstofgas. En dan weer, kun je daar weer groen uh, aardgas van maken. Nou, mogelijkheden te over. In ieder geval redenen genoeg te over ook. om uh, met onze handen van het gasnetwerk af te blijven. Als er aardgas vrij gebouwd kan worden, prima. Goed geïsoleerde woningen en dergelijke, dat kan. Maar uh, als het aan mij ligt, dan uh, worden mensen die in Oegsgees worden. nooit gedwongen om af te sluiten van het gasnetwerk.